Nope. Arceus is saai. Yep. Oh, hoi zeggen, hoi YouTube. Oh nee, wacht eventjes. Hallo YouTube, want klopt het niet. Elke aflevering is ondertussen zo. Nou, in ieder geval nog steeds de livestream van 16 oktober 2016. 16 oktober 2016. 16 oktober 2016? 16 oktober? Ja. Oké. Nieuwe rennen Pokémon! De eerste die we tegenkomen. Yay. Joepie. Ik wist niet dat we al fossielen, dat die hier gewoon rondliepen. Oh, Lolsnoep host de livestream. Wat leuk. Dankjewel, Lolsnoep. Ik moet daar ook nog een animatie voor vinden. Want daar zag je dus op... Nou ja, oké, het past wel bij Halloween, daar niet van, maar... Ik heb daar nog niet echt iets mee gedaan, eigenlijk. Even kijken, daar zat een itembal. We hebben nog veel meer te zoeken. En... Jij bent ook geen boeiende Pokémon. Je bent een hippopotas. Een hippopo... Een hippopotas. Hippopo-po-po-tas. Po. Een hippocahontas. Inderdaad. Spooky scary skeleton with a bonsly in the trees. It will start crying any day and then it will flee. Spooky, scary skeleton. Spooky, 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 spooky. Lapras! Altijd leuk om een eerste generatie Pokémon weer te zien. Ja, sorry buur, ik ben aan het livestreamen. Sorry. Het ging een beetje luid. Sorry, ik vind alle legendaries niet meer speciaal. Ik bedoel... Niemand van die Pokémon zijn speciaal. Ik bedoel, niemand is speciaal. Sylveon is. Oké, een Magikarp. Een beetje. Vooruit dan. Oké, een beetje. Nou, ondertussen lopen we hier dus door dit vos... Door dit bos heen, hè. En... Tot nu toe nog niet eens Pokémon waarvan ik zeg van leuk. Misschien als je hier hebt het gebruiksheeft, want er zaten hier ook andere Pokémon in de bomen die je hier alleen kunt vangen. Ja, maar volgens mij heb ik geen Pokémon met Headbutt meer bij me. Nee, we kunnen nou niet Headbutt op het moment. We kunnen wel vissen. Vissen is toch leuk? Toch? Ja, misschien pakken we nou in één keer een Eevee. Ik bedoel, dan ga ik echt, als ik hier een Eevee uit kan vissen, dan ga ik spontaan een fisherman's outfit halen. Yeah. Dan zijn we de drie fishermans, alleen dan komen ze dus naar de ene, Magikarp, andere, Feebas en bij mij Eevee. Hè? Maar Eevee kun je toch helemaal niet vangen met vissen? Wel in de randomizer. Dat is geen Eevee, nee. Dat is een Duskull. Ik denk dat Gregory helemaal wild zou zijn als hij dat zou zien, maar... Ja, we proberen het nog een keer. Als het weer een Duskull is, dan stop ik gelijk met vissen. Oké, ik weet niet wat je hebt, maar het is wel raar. Teruggooien, niet goed. Sorry. Jullie hebben het altijd over Arceus. Wat zijn de kansen? Oké, even voor de YouTube. In de chat hebben ze het de hele tijd al over Arceus gehad. Arceus is niet meer speciaal in verband met Sun en Moon. Arceus komt er dadelijk ergens tegen. Arceus die wil dat je hem met rust laat. En nou zitten we hier te vissen. En wat komen we tegen? Wauw. Yep.
Ah, nee, ik ga hem niet teruggooien. Ik ga hem gewoon electrocuteren. Niks meer aan te doen. Vlieg weg. Ah, oké, we zijn Arceus al eerder tegengekomen, maar dit was gewoon te mooi eigenlijk. Yep. Nee, tweede keer is niet zo leuk als de eerste keer. Nu is Arceus boos. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Dat is dan pech voor Arceus. Ja, nou, Bolt is ondertussen ook level 50. Ik wil ook Last Resort leren, maar dan gaan we hem niet leren, want dat is een beetje dom om hem te laten leren. Wat ik wel grappig vind is dat Bolt ondertussen al Thunder kent, die hij zelf leert op level 71. Je kan dadelijk toch op Jaxxel uit de PC halen dadelijk in het Pokémon Center hier op Mount Silver. Ik wil eerst die items hier even pakken. Wie weet wat voor Pokémon dat we hier naar buiten tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld een Steelix. Wacht eventjes, Steelix kun je volgens mij hier tegenkomen. Volgens mij is dit een legit Pokémon Soul Silver Pokémon die we hier tegen kunnen komen. Volgens mij kon je Steelix in Mount Silver vinden. Hm. Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij wel. En jongens, niet te vergeten, hè, de evoluties zitten ook nog steeds onder mijn gezicht hier. Hè. Die zitten hier ook nog steeds, hè, hier zo. Evoluties. Nog altijd. Op Jaxxel die heeft Headbutt volgens mij, ja. Dat was onze HM. Nou, ik weet niet. Ik bedoel, ik heb hem heel veel HM's gegeven. Dus ik weet niet of hij nog steeds Headbutt heeft. XX de zoveel lol. Welkom. Gezellig dat je erbij bent. Oké, okay, we komen hier nou veel te veel Steelixen tegen. Steelix stinkt. Wannabe Crystal Onix. Yep. Ik wil eigenlijk eventjes gewoon een heel klein rondje even zo in het water even surfen. Kijken welke random Pokémon dat we dan tegenkomen. Goed zo, komen Pokémon tegen. Wauw. Ik ken Nick, ja? Hoezo? Wat een vraag zeg. Die is hier moderator in deze stream. Dus gedraag je in en anders zul je zijn... Ik weet niet welke Pokémon dat hij eigenlijk heeft. Moet ik hem een keertje aan hem vragen. Ja. Ja, Steelix kun je normaal gesproken zonder randomizer in Mount Silver vangen. What are the odds? Oh, Nick is je broer. Nou, hallo broertje van... Nick? Hoi. Oké, God of War. Daar heb ik de... Oh ja, ik heb in de vorige aflevering vergeten de Pokémon-kaarten te laten zien. Erik, help me herinneren dat ik dat in deze aflevering doe. Oké. Je hebt een Stevie, dat kan niet. Ik zit hier. Je hebt mij niet. Blijf van me af. Handjes af. Weg, weg. Kst. Ik zal heel eventjes kijken, maar voordat ik trouwens Pokémon ga swappen, hadden we geen HM's nodig in Mount Silver? Volgens mij wel. Volgens mij water heel veel, zoals Waterfall en zo. Tenminste, ik weet het niet zeker. Ik zal eerst heel eventjes kijken of op Jaxxel nog Headbutt kent. Waar staan zijn moves? En hier. Headbutt, Cut, Strength and Flash. Ja, hij kent hem nog. Oké, dan gaan we hier gewoon ook even headbutten. Waarom ook niet? Hoe heet ik op YouTube? Zeldaplay20. Hetzelfde als hoe dat ik hier heet. Staat onderaan, staat in de beschrijving, staat gelijk een kliklinkje naar mijn kanaal toe. En hi Triangle Man. Het is wel eigenlijk makkelijk. Ik heb zoiets van, ja, één naam is toch gewoon het makkelijkste. Nee joh, je moet er 30 hebben. Oh, net zoals jou.
Ja. Nou, laten we eens kijken wat er uit een headbutt kan komen. Helemaal niks! Dat is veel. Oh, op ja, ik heb heel weinig verstand van tablets helaas, sorry. Ik heb zelf geen tablet, dus ik weet niet hoe Twitch op tablets werkt. Nou, tot nu toe doet headbutt heel erg veel als op Jaxxle alleen maar hoofdpijn geven. Nou ja, we komen een andere random encounter tegen. Weer die Steelix. Nou, Fairy Tail, maar... Ik geloof alleen als je Moltres wou vangen, maar ik kan me vergissen. Wauw, we komen hier gewoon een Apon tegen die je ook legit in die bomen tegenkomt. Nou, weet je wat? We nemen dan op Jaxxle just in kaas mee. Wacht eventjes. Welke HM's had hij nou? Strength, maar die heeft Flareon ook. Flash. Hadden we Flash nodig? Volgens mij niet. Ik denk niet Flash, maar ik weet het niet zeker. Vertrouw mij niet. We hebben waterval nodig. Dus we hebben onze water HM noob nodig. Dus ja, onze Jaxxle zal hier niet echt helpen, helaas. Nou, ik wil nog heel eventjes, want dit zou toch niet alles zijn wat we hier tegen kunnen komen? Ik bedoel... Oh, kijk nou toch eens, we komen een Articuno tegen. Of een Pachu Uno. Even kijken, Steelix opzoeken. Steelix opzoeken, we willen je niet, ik ben namelijk niet zo. Een Rock Climb, je hebt ook Rock Climb nodig. Oh. En dan weet ik niet of onze waterslaaf dat kan. Dat wil maar zeggen dat we maar 4 Pokémon... Vergeet niet, we moeten naar Red toe, hè. Dus daar wil ik wel eigenlijk mijn hele evolutieteam mee naartoe nemen. Yep. Even kijken, wie was nou onze weer... Onze... Ik weet dat ik een waterslaaf had. Was dat niet Mudkip? Volgens mij niet. Dat was... Ik weet niet meer. Dat was, ik weet niet meer. Een podium misschien? Of Primplup? Nee. Surf, dat... Metalclaw, Water Pulse en Pack, nee. Feebas? Nee. Nee. Gyarados? Nee. Nee. Nou, ik heb geen andere Pokémon in andere boxen, dus heb ik nog geen waterslaaf? Volgens mij wel. Wacht, hier een 18. Ik heb hier nog wel een 18. Volgens mij was dat Beverbeest geen... Maar we hebben hier ook nog een Woopa. Een Beverbeest. Oh, ja, dat zou kunnen inderdaad. Bibarel. Ik weet niet 100%, maar... Nee, Bibarel. Volgens mij hebben ze daar inderdaad een punt. Whirlpool, Waterfall, Rollout en Watergun. Als hij nou ook dan die Rock Slide kan leren... I don't care, Triangle Man. Serieus. Ik bedoel, serieus. Geen zin te zeggen over de regels. Ik bedoel, come on. Jullie snappen heus wel een beetje verstand. Een beetje ABC. Dat zijn de regels. Dol. Een Pokémon te vangen. Dirty. En dan ga je een beetje over regels te zeuren. Denk je wel even bepaald. Dirty. Oké, nou zeg maar dat jij Rock Climb kan leren. Kom op. Juist. Oké, we hebben onze Barrel Roll. Die kan ook... Mooi, want ik ken Rollout, die kan dan weg. Of Watergun. Doe maar Watergun weg. Maakt mij het uit. dat doet me denken aan onze Mew-verhaal waar we het al de hele tijd over hebben. Oké, we komen nog één random Pokémon hier tegen en dan gaan we gewoon Mount Silver in. Likkie! Doet me denken aan Captain Jack Sparrow op een of andere rare manier, omdat hij dat zegt. Nou, er waren ook heel veel verhalen over dat je een level 100 unknown moest hebben. En als je die had, dan kon je... Hoe heet dat? Dan moest je naar de Ilex Forest. Hoi, Tratini.
En bij de Ilex Forest kreeg je dan een cutscene die dan zou starten en dan zou je Celebi kunnen vangen. Unown heeft heel veel van die verhalen ook. Degene die ik hoorde was Unown kon evolueren in alles. Regels zijn wel belangrijk, maar je bent wel een beetje, je hebt je eigen verstand, denk ik heus wel, dat je weet van, oh ja, dat mag en dat mag niet. Let's do this! Ja, inderdaad, kijk ook Pokémon dat we hier tegen kunnen komen. Espeon! Alweer die Ho-Oh wannabe! Dat is wel grappig, alle legendary die we tegen zijn gekomen en die dus echt een random Pokémon waren, als je die nou gewoon tegenkomt, je lacht je eigen surf. Voor de mensen die het niet hebben gezien, namelijk Persian, die kwamen we tegen en dat zou een Ho-Oh moeten zijn. Oh, en deze die is uit Kijkduin helemaal hier naartoe gekomen. Alakazam! Helemaal vanuit Kijkduin. Nou, links van Moltres. Als je ineens een menigte op afrent, ik schrik daar wel van weg hoor. Even kijken, links van Moltres op het moment dat je de kuis binnenloopt. Oh, dan gaan we dadelijk weer terug naar binnen toe. We gaan eerst voor Moltres, daarna gaan we pas voor Red. Maar ik wil heel even kijken welke Pokémon dat weer tegen kunnen komen. Ik bedoel, we zijn al best wel veel verschillende weer tegengekomen. Linkara kan ik me eigenlijk ook niet echt herinneren tot we die tegen zijn gekomen. En vergeet niet, ik ren ook de hele tijd weg, maar misschien is het ook wel handig om een paar Pokémon te verslaan voor experience. Het enige nadeel is, tot nu toe is niet echt heel erg veel sterk tegen stroom, dus... ik denk dat ik heel eventjes dan doe swappen. Ik bedoel, we hebben nou heel veel afleveringen Bolt achter ons aan gelopen. Ik denk dat ik Flareon eventjes achter ons aan wil hebben. Een vriend zit in Kijkduin. Nou, dat is leuk voor die vriend. Musculine. Was dat niet een watertype? Waterbug, vliegbug, weet ik veel. En zeg het heeft een temperatuur. Ik vind niks dat beest. Mij ook niet, daarom ren ik er gewoon voor weg. Als ik vermoeden heb van, oh, dat is niet veilig, dan. Run! Nou, ik heb zo'n gevoel dat we een Alakazam wel aan kunnen. Kom op, Firepower, daar kunnen we wel. Pas wel. Wow, hij begint toch gelijk met Calm Mind. Terwijl dan gaat zijn special defense en special attack van omhoog. Dat maakt mij weinig uit, want wij gebruiken gewoon Firefang en dat is op defense gebaseerd. Yep. Ah, bijna. Uh-oh. Een Psychisch met een Calm Mind, dat is sterk. Op level 51. Firepower heeft het overleefd. Ja, ik weet dat Red 80-90 is. Ik weet dat dit een heel groot probleem gaat worden. Ik weet dat Tully me weer belt voor onzinredenen. Ik weet dat daar boven een Pokéball ligt die ik wil hebben. Ik weet dat ik met Mumee in een call zit. Ik weet dat ik Buberl nu ondertussen tegenkomt, terwijl dat ik hem in mijn inventory heb. Can't escape! Ik ben 2 levels hoger dan jou. Ga fietsen. Ga je moeder pesten. Oké, ik wil heel eventjes... hoeveel hyper potions heb ik nog? 18. Oh. Misschien is het toch wel handig om eventjes een defensive wall dan even vooraan te komen. Maar ja, Leafeon... Ja, ik denk dat Leafeon dan onze ace in de hole wordt. Dat gewoon... Die moet zijn aanval eigenlijk leren, oké? Okay? Er is geen mogelijkheid dat we op level 70 gaan komen, maar toch. Even kijken, Stevie, Nincada zou als je handig zijn, want... Ja, weet ik, maar dit is een Eevee run, dus dat mag niet. Ik weet het, Wonder Guard, bla bla bla, en we hebben TM28 dik. Die is handig voor Leafeon. Want die heb ik in mijn andere spel heb ik hem ook dik gegeven. Dat moet je zelf weten, lol snoep. Maar je hebt net al de animatie gehad, dus je hebt net al een babbeltje erover gehad. Dus ik ben er nou gewoon heel erg stil over. Je zou dan wel tegen de Eeveelock playthrough ingaan, inderdaad. Ja, en dat doen we dus niet. Foei. Wauw, hij kent gewoon Thunder. Een Mindum die Thunder kent.
En natuurlijk paralyze je. Thunder! Thunder heeft bij mij nog nooit geparalyzed! Nou, nu wel. Ja, natuurlijk. Het wordt tegen me gebruikt. Natuurlijk werkt het dan wel. Jongen. Echt mijn luck gewoon. Zo. Vind jij ook weer beter? Nou, wij moeten dus naar beneden toe gaan. Want wij gingen eerst achter de Moltres aan. Of ja, Moltres. Alakazam gaat toch weg? Ik heb geen zin in jou. Kent Escape alweer niet? Oh wee, hij doet weer. Gewoon run. Nou, er is één ding waar ik 100% zeker van weet dat ze vals spelen. En dat is de battle dinges die ze hebben in... Ach, hoe heet dat spel nou? Battle Arena in Omega Ruby Alpha Sapphire. Daar speelt het spel echt in vals. Hallo Vesper Queen. Ik heb gewoon een hekel aan jou gekregen vanwege één reden. En dat is de Pokémon Trading Card Game. Yep, en ik weet precies waarom. Standaard deck Night March. Yep. Ja, dan kun je nog zoveel hartjes spartelen als dat je wil. Ik bedoel, het is special attack. En Leafeon die doet niet aan special attack. Nee, Moltres is geen best spirit. Ik hoop dat Moltres een Articuno is. Dat is wel een hele rare plot twist, Rijn. We hopen voor een Espeon of Magikarp. Niet te vergeten, Magikarp zit er ook nog in. Mag de Magikarp niet vergeten, hè? Volgens mij gaan we hier automatisch naar Red toe. En ik wil niet naar Red, ik wil eigenlijk de andere kant op. Ik ben echt verdwaald altijd in Mount Silver. Ik dacht heel even voor een seconde toen ik het silhouet zat van Espeon, maar... Nee. Het is de wannabe. Bijna one-hit KO. Ga jij nou een partijtje lopen bitchslappen? En ik weet het taalgebruik, sorry, maar dit noemde ik altijd al. Zelfs toen ik Pokémon Rood en Blauw speelde. Ja, I don't care. Een gewone saai. Oeh, een Icy Rock. Die is eigenlijk wel handig voor Glaceon. Of Frostwater. Valt me eigenlijk wel op hoeveel evoluties zijn we ondertussen wel niet tegengekomen in het water. Vergeet niet, Frostwater die hebben we gevonden in het water. Daarom heet het ook Frostwater. Maar ondertussen zijn we ook Flareon in het wild tegengekomen in het water. Een Vaporeon zijn we daarin tegengekomen. Volgens mij zijn we ook een Leafeon ergens in het water tegengekomen. En Vespaquin kent Swagger. Daar ben ik eigenlijk minder enthousiast over, want dat doet me eigenlijk best wel veel schade. En Destiny Bond, daar ben ik geen fan van. Het geldt toch in deze beurt al, dus... Die moet nou velen inderdaad. Stop nou eens met Destiny Bond te gebruiken, want dan kan ik je niet killen. Attack order? Wat is dat nou, een aanval? Oeh, het is super effectief. Nee, Leafeon, nee. Oké, okay, return. Oh nee, die moet doorkomen. Die gemeente. Het enige wat het spel op dit moment doet, is gewoon 100% gemeen zijn. Gemeen. Oh, wacht. Deze aanval die laten we door. Want als die doorgaat, dan zou je eigen KO in verband met Destiny Bond. Oh, dit doen we nog een keer. Oké, deze aanval gaat gewoon door. Oh, nu doe ik een andere aanval die jouw schade doet. Deze aanval gaat niet door. Je hutt jezelf in confusion. Leafeon hier. Ik heb een Hyper Potion. Glazewater klinkt als een goede nieuwe ijsaanval. Glazewater.
Welcome by Glacewater. Glaceon, use Glacewater. It's the new C move of Glaceon, Glacewater. Glacewater. Glacewater, the movie. Starring Nicolas Cage as Mr. Glacewater. Nieuwe avond van Magikarp. Maar je vergeet Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Use Glacewater. Oké, volgens mij komen er geen nieuwe Pokémon hier meer tegen ondertussen in Mount Silver. Wat eigenlijk best wel een teleurstelling is. Laten we maar die Moltres op gaan zoeken en... Even kijken, moet ik dus hier naar beneden. Hier weer naar boven. Waardoor dat ik hier naar boven... Volgens mij dan die deur? En wat is het toch de hele tijd dat ik niet kan retreaten? Dank je. Was het deze deur dan? Misschien? Waar gaat deze deur naartoe? Oh nee, dit is een andere itembal. En, oh ja, Chingling. Iedereen die zit te zeuren over de nieuwe Pokémon. Ik vind Chingling vond ik ook al zo'n waardeloze Pokémon. Ik bedoel, het is gewoon een Pokémon item. Chingling is een zoetbel. Yep. En we hebben de wijze bril gevonden. The wise glasses. Daar is ze, daar krenkkong naar Delta tegen. Was Chingling eigenlijk geen staaltype? Volgens mij wel. Wij zijn vriendjes. Klees en ik. Nood. Iedere Pokémon op... Nee, die heeft niet Arena Trap. Arena Trap zorgt er juist voor tot je echt niet kan vliegen. Dus... Maar volgens mij was Bibarel gewoon een normal type. Geen water type. Oh, toch wel een water type. Oké. Okay. Ik dacht dat het gewoon een normal type was. Ik dacht dat dat deze generatie van Rattata was. Stevie, hoe zou jij al je evoluties noemen als je Pokémon gewoon zou spelen zonder ons erbij? Nou, ik heb al mijn evoluties, die heb ik inderdaad gewoon een nickname gegeven. Jolteon is Fiver. Vaporeon is Aquamente. Of in dit geval Lifesaver in verband met dat hij shiny was en ik wou hem gelijk een nickname geven. Even kijken. Flareon is Fluffiness. Espeon is Ashley. Dan moet ik heel eventjes denken. Glaceon... Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Umbreon, die had ik Night Howler genoemd. Even kijken. Flareon, die was Fire... Of Jolteon was Fiver. Leafeon, die heet echt Leafeon. Want net zoals hier. Dat is eigenlijk best wel heel erg grappig. Leafeon is gewoon heel erg lief. Sylveon, die heeft geen nickname, want die is gewoon ingetreden, dus die heeft geen nickname en daar zou ik nog voor na moeten denken. En volgens mij heb ik ze... Oh ja, en dan heb je nog... nee, Espeon heb ik ook al gezegd. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad, nou. Och, kijk nou toch eens, een Raticate in het water. Verzuip het! Ja, maar het is volgens mij gewoon een waterrat. Maar het grappige is, hij is de enige die onder de level 40 is. Nou ja, Leafeon die gaat bijna weer een leveltje omhoog. Maar goed, we moesten dus naar links, dus dan moeten we de waterval op. Fairy Tail, je bent weer ondertussen de guide. Ja, dan moet er wel het guide muziekje bij. Ja, op zijn minst. Ik sta ervan te kijken dat je dus gewoon rockclimb nodig hebt om bij Red te komen. Dat is eigenlijk best wel gemeen. Want dan heb je een HM nodig om bij de final battle te komen. Dat is onzin. Yep. Nou ja, experience is experience.
Ik bedoel, ik ga toch nog één keer langs het Pokémon Center voordat we naar Red gaan, dus. Nou, Leafeon, gefeliciteerd. Je bent op level 55. Het zou leuk zijn als je daar inderdaad nou Leaf Blade op wil leren, maar natuurlijk wil je dat niet. De waterval op en vanaf dat weet ik niet helemaal meer. Nou ja, we kunnen maar één weg volgen op het moment. Oeh, een HP op. Aan wie gaan we die geven? Dat is de eerste keer dat we een EV-item vinden. Nou ja, ik zou zeggen... Ja, eigenlijk maakt het niet heel veel uit. Je kan of de zwakke kanten van eentje aanvullen, of eentje die al goed is met HP nog beter inmaken. Ja, Aquarion is echt een HP-HP'er, maar ik bedoel Firepower en Bolt, die hebben allebei een heel laag HP, dus ik denk dat ik Firepower het wil geven. Ja, ik denk dat aanvullen handiger is. Kijk, als je helemaal naar volledig vol gaat, ja, dan wil je het echt goed uitklimmen, maar ja, nou, krijg je hier de items niet om het helemaal vol te gooien. Tegenwoordig heb je het nog niet eens... Ik dacht echt dat het gewoon een item vroeger was om dus echt gewoon zoveel mogelijk HP aan een Pokémon te geven, tot er daarom maar een beperkt aantal in het spel voor zaten. Of tot dat de reden was waarom dat ze zo duur waren. Ik wist het nog niet. Ik had door dat de ene Pokémon kon ik meer van die items geven dan de andere. En ik snapte niet waarom. Ja, ik zei Ivy, sorry, ik bedoel Ivy. En het was vooral wanneer ze op extreem hoog level waren, dan pakten ze minder. Dus wat dacht ik toen altijd van, oh, ik moet deze items dus op vroege level altijd geven. En dan worden ze sterker. Niet wetende dat er gewoon een maxpunt is waarbij je het nooit hoger kan. En ja, het is alleen maar een balanskwestie. Ja, ik wist het dus ook niet. Ik wist echt niet dat EV-items zo werkten. Tot protein, HP-up, tot het allemaal van dat soort items waren. Yep. Want ja, tegenwoordig is EV-training echt heel makkelijk. Nee, ik kom alleen maar Parimplup steken tijdens het vissen. Oké, dan gaan we gewoon verder. Move along! Maar ja, vergeet niet, Red die heeft oorspronkelijk een Espeon. Hey, kijk, een Moltres! Een Moltres! Ik ben benieuwd welke Pokémon dat Moltres zou zijn. Nou, volgens mij is dat een Moltres. Nee, het is een Moltres. The wall is very rocky. Hoezo? Speelt het rock and roll dan? Ik bedoel, waarom hebben we een rock climb nodig om er vanaf te glijden? Hi Moltres, als kids. Un, dos, Moltres! Oké, ik ga eens even luisteren. Nee, we gaan hier geen cliffhanger van maken. Ik ga luisteren. Wacht, wat? Oh, de Seeking, ja. Ik denk al, hè? Dat geluid, dat klonk echt eventjes zoals van... Klinkt dat echt als het geluid van een Moltres? Dat klonk heel erg... Ik dacht echt bij mij, is het nou de echte Moltres? Oké. Okay. Maar het is een Seeking. Oké, ik ga hem vangen als hij dit overleeft. Een Seeking, dat is een teleurstelling. Hij overleeft het niet. Helaas, jammer voor Moltres. Doei doei, bye bye. Was leuk om je gekend te hebben. Daag. Doei. Anders hou je jezelf open als je rockclimb niet gebruikt. Hoezo? Je glijdt gewoon naar beneden. Je slijt gewoon. Kijk, klimmen kan ik wel begrijpen dat je daar een Pokémon voor nodig hebt. Maar ik bedoel, je glijdt gewoon naar beneden. Ik bedoel, als ik de trap naar beneden toe loop, dan heb ik toch ook geen climb down nodig. Nee, inderdaad, een behoorlijke anticlimax.
Laten we maar hopen dat Red wel hele leuke Pokémon bij zich heeft. Die heeft dadelijk in één keer vol Eevee-team en één Magikarp. Wie weet? Wie weet? Ja, alles is mogelijk. En het grappige is, ik weet niet hoeveel van die health items ik ondertussen wel niet heb gevonden. Wauw, we komen hier gewoon een Wurmple tegen op level 47. Wauw. Nou ja, ik zal eventjes Leafeon niet vergeten om hem... We gaan nou richting het Pokémon Center. Gaan we healen. Ja, we moeten wel... Hé, kijk eens, Sudowoodo. We moeten wel helaas één HM Sleeve bij ons hebben. Dus ja, items. We mogen all out gaan met items. Ik bedoel, Red heeft Pokémon van level 80, 90. Dus items mogen we ermee all out gaan. Dat is inderdaad anders dan... Moet je echt geluk hebben dat hij alleen maar Weedles heeft of zo, maar... Of Magikarps. Oh, Ja, dan wordt het juist gevaarlijk. Dan heb je ze echt nodig, hoor. Ja, want hij gebruikt Splash. Ja. Go, Magikarp number 5. Pam, 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 pam. 1, 2, Magikarp 5. Neem me best wel pijnlijk om van een stenen muur af te glijden. Nee hoor, daar gebruik je schoenzolen voor. Ja. Ik bedoel, je gaat er nou niet echt bepaald vanaf rollen. Maar goed. Zover ik dus nou de setup heb. Ja, we hebben nog genoeg tijd in deze aflevering. Zover dat we nu de setup hebben. Leafeon is onze ace in the hole. Van dat geluid moet ik enorm naar de wc. Sorry. Maakt niet uit, joh. Ik ben heel veel appel aan het wassen, want ik ga even een appeltje eten. Appeltje voor de dorst? Nou ja, ik kan ook best wel drinken gebruiken inderdaad, dus... Mumee, je zijn Magikarps! Staat er in de chat, je zijn Magikarps. Oeh. Spannend. Krijgt hij dan een ijsje van je dan? Als je binnen een minuut hier is, krijg je een appel van me. Het meervoud is ook gewoon Magikarp. Nee, je had het fout mee. Ik serieus, geen Jengelman. Ga niet zo zeurkous wezen. Ik heb voor de grap heb ik één keer iets gezegd Pokémons. Iedereen werd gek. Toen zei ik van, sorry, maar dat was een grapje. Ja, dat zou ik ook zeggen. Je hebt gewoon een grote fout gemaakt. Nee. Serieus, wat is mis met internet af en toe? 2016. Als we maar kunnen zeuren. 2016. Nee, maar dat is toch hetzelfde? Hier, kijk, als ik dus een muur af wil, dan moet ik Rockclimb gebruiken. Maar als ik van een waterval af wil, dan hoef ik toch ook geen waterval te gebruiken? En als je dan gaat zeggen van, ja, maar dat is niet nodig, omdat van een waterval, dan val je toch zo vanaf. Ja, van die stenen dan niet. En als je dan zegt van ja, maar van een waterval, dat is niet pijnlijk, heb je nooit wel eens een reality geprobeerd? Ja! Je ziet misschien in films wel achterlijk vaak dat mensen een waterval afspringen, maar tip, doe het niet. Don't try this at home. Kijk, oh, als er echt je enige redding is, oké, dan kun je wel op gokken, maar... Blijft gevaarlijk. Is een redding, geloof me, gaat niet fijn zijn. We are the evolutions, we always save the day, and if you think we can't, we will always find a way. That is why the Pokémon believe in Firepower, Leafeon, Frostwater, Bolt, Aquarion, and Magikarp. Dankjewel Fairytale, dat klinkt goed. Alleen jammer genoeg zijn we nog steeds geen Magikarp tegengekomen in het wild. Net zoals tot we Eevee nog niet in het wild tegen zijn gekomen. En Espeon nog helemaal niet. In KZ Games, daar ga ik nog niet eens op antwoorden.
Een Steven Universe parody by Fairy Tail 123456. Sorry, 123456. 5 bestaat niet. Ja, maar wat als het water nou dus groen was? Ik vraag me eigenlijk af, als je aan het surfen bent. Hè, the water is deep blue. Ja, dus? Al was het water pimpelpaars met gele stippen geweest, dan wil ik er ook nog gewoon overheen kunnen surfen. Ik bedoel... Ja, maar dan is het probleem... gemiddelde Pokémon die kan heel slecht tegen het vervuilde water. Alleen een Magikarp die kan in het meest vervuilde water overleven. Ik ga even healen, dat ga ik nu doen. En luister hoe dat hij met zijn vervuilende water weer bezig is. Jongen. Feit, het is een feit! Het is helemaal geen feit, Vaporeon die zwemt overal doorheen. Oké, misschien is hij er niet zo liefhebber van als hij inderdaad door het smerig water moet gaan. Maar hij gaat er wel doorheen als het nodig is. Vaporeon die heeft me nog nooit in steek gelaten. Verdurrie. Gaan we weer met Magikarp? Ja, natuurlijk. Maar zou jij het Vaporeon aandoen om in zwaar veld giftig water... Als het ons het leven redt? Zekers, want Vaporeon, die kent daar tegen. Die spuit gewoon namelijk gewoon met waterpistool of met hydropomp gewoon schoon water door zijn weg heen. Waardoor dat hij niet rechtstreeks in zijn gezicht het vieze water krijgt. Kijk, een Magikarp die is er immuun voor en daar houdt het weer mee op. Oh ja, die regenboog dingen. Lyra, ik heb geen tijd voor jou. We hebben Red te verslaan nu. En dit gaat heel spannend worden, want ik wil zo min mogelijk battles nu krijgen. Want anders moet ik dadelijk weer healen. Oh boy. Ja, Alakazam, heel erg leuk. We zitten nou op een level tot we weer gewoon kunnen vliegen. De zeur niet. Get escape! Oké, ik moet dus wel super potions gaan gebruiken. Hallo, ho, stop, halt! Critical! Can't escape! Nee. Bolt, kun jij al eventjes een shock op zijn neus geven? En dan gaan we wel weer terug naar het Pokémon Center. Want ik heb geen zin en een revive en een hyper potion erop te gaan gebruiken. Die moeten we echt bewaren voor de Battle met Red. Gewone potions, dat was niet zo'n probleem geweest, maar elke zijn is gemeen. Gemeen. Meen je dat? Ja. Oh ja. Dat heb ik zekerheid nodig. Oh, is het weer niet zeker genoeg voor je dan? Ja. Nee, maar ik vind gewoon... Dit vind ik een van de grootste nadelen die ze dus in dit spel hebben. Om naar de final boss te moeten gaan, heb je Pokémon aanvallen nodig, genaamd HM's. Dat wil je niet in dit soort battles. En hoezo komen we weer een Rhydon op level 20 tegen? Maar goed, kortom, dat wil je hier niet. Je wil hier niet dat je een HM nodig hebt. Gebruik een Repel. Dat is een goed punt. Maar ja, ik heb nog stiekem zo'n gevoel tot we hier nog een andere Pokémon tegen kunnen komen. Maar ja, we gaan nou naar de Battle van Red, dus... Een Repel is op zich geen verkeerd idee. Want het is wel leuk inderdaad om de ultieme uitdaging met je eigen ultieme team te doen en niet... Met ja, maar 5. Ik moet helaas een stomme bever hier gooien, want ja, anders dan kan ik niet bij die uitdaging komen. En waarom komen we nou weer allemaal nieuwe Pokémon tegen die we net niet tegen zijn gekomen? Ik bedoel, serieus, het is nog steeds avond. Tijd is niet echt daarin veranderd. Dan komt nou in één keer Gravel of Geodudes tegen en Luxray's en... Stoutland! Oh nee, wacht, die was generatie 5. Of 6 zelfs.
Goed, wij gaan weer healen en we hebben maar 5 Pokémon. Aan de ene kant wil ik Umbreon de doorgang eigenlijk bij je hebben, maar ja, we hebben Rockline nodig en evoluties kunnen dat niet leren. En alle andere evoluties heb ik net zo hard nodig. Oké, Leafeon, jij moet nog heel eventjes een TM trouwens leren. We hebben namelijk Dick gevonden. Oververhitting, wil ik die aan Flareon geven? Hij is sterker als, en Flametrouwen wil ik toch niet blijven gebruiken. Ik denk dat Overheat best wel een goede ace in de hole is voor Flareon eigenlijk. Ik bedoel, vergeet niet, Flametrouwer heeft namelijk een gewone aanval van 100, of 95. Terwijl dat Overheat heeft een aanval van 140. Oké, is een beetje lowere accuracy, maar is wel 140. Ja, zijn special attack gaat dan enorm omlaag, maar ik wil hem toch waarschijnlijk maar één keer gebruiken. Dus vlammenwerper, nee, ga maar voor oververhitting. Als we dan toch vuur, als we dan toch een special attack aan Flareon willen geven, sorry firepower, laten we het dan goed doen. Ik bedoel, we moeten nu, oké, okay, ik heb de psychic TM, waarom zijn we Espeon niet tegengekomen? Oh, omdat we die dan toch niet in ons team konden hebben, omdat we maar 5 Pokémon bij ons mee mogen hebben. Oké, okay, Leafeon, jij doet Dick, dat is een hele goede aanval voor jou. Oh, ik ben nerveus jongens. Die doet 130, return die doet 110 op het... Oh nee, 105 was het. Iron Tail die doet 100, maar die heeft maar een accuracy van 75. Maar ja, het is een Steel-type aanval, dat is een handige... Ik denk dat Lesser die soort niet handig is voor, maar ja, deze die doet maar 5... Het is een enigste grasaanval. En super effectief is toch dubbele schade. Inderdaad. Nee, Last Resort gaat weg. Vergeet niet, met Dick hebben we ook nog de kans om een aanval te ontwijken. Hé, hey, dat is eigenlijk best wel grappig dat je dat zo kan zeggen dan. Ontwijk met Dick! Ontwijken is dus wel een aanval. Eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nou, waarschijnlijk is dat onze reward dadelijk in de Fantail. Op het moment dat wij Red hebben verslagen, komt bij professor ook en dan zegt hij: Hi, would you like to choose from these three Pokémon? En daar één van is Espeon. Waarschijnlijk is de andere een Eevee en de andere is dan een Magikarp. Dan wordt het de moeilijkste keus ooit. Wordt het nou Eevee of Espeon? Magikarp die laat ik over tot Erik die dan een keertje op kan halen. Ja, is goed. Ik kom er wel langs voor. Oké, waar zijn mijn repels? Oké, nou, dus dan moeten we hier. Dan moeten we naar boven toe. Dan moeten we nog eentje naar boven toe. 2 naar beneden. Nog eentje naar beneden. Hier eentje omhoog. Dan moeten we deze pad volgen. Oh jongens, ik ben echt nerveus. Dit gaat een hele spannende battle worden, jongens. Gaat leuk worden. Maar volgens mij staat er hier nou ook al gelijk standaard een blizzard in het spel. In verband met tot dat boven tot dat sneeuwt. Oh, oké. Okay. Er bestaat ook een aanval die heet flop. Dat is een enorme flop. Intended. Nou ja, we hebben hier ook weer het een en ander qua itemballs, zoals een premierbal. Oké, we hebben daar 3 deuren gewoon, zeg. 4 deuren! 5 deuren! Oh, en Rock Smash, maar ja, die heb ik nou niet meer bij me.
Gewoon repels blijven gebruiken. Nou ja, misschien dat we hier trouwens weer nieuwe Pokémon tegen kunnen komen. Maar ja, daar kunnen we later wel experimenteren. Power Anklet. Oh ja, we moeten nou echt goed even kijken naar de hold items die we onze Pokémon kunnen geven. Dat is ook heel cruciaal. Ja, we hebben geen Rock Smash bij ons helaas. Dus we kunnen alleen maar hierin. Oké, nou zijn we al bij deze besneeuwde bergtoppen. En we hebben twee deurtjes, laten we gewoon deze eerst ingaan. Oh nee, de bovenste die brengt ons naar een item. Ik zie dat voor me. Kies Stevie, Eevee of Espeon en pak Mimi dan de Magikarp. Of Piet Professor ook. En geen Pokémon aan. Dat zou wel gemeen zijn. Een Fluffy Tail? Wat doet dan weer een Fluffy Tail in Mount Silver? Jongens, ik ben toch heel erg nieuwsgierig. Ik wil weten welke Pokémon dat we hier tegenkomen. Dus ik ga hem gewoon saven. Mocht er iets gebeuren, maar ik ben toch heel nieuwsgierig. Want in de sneeuwgebieden krijg je weer andere Pokémon namelijk. Wie weet zit hier Espeon? Ik bedoel, we komen er van eigenlijk wel achter, maar... Want volgens mij zijn we heel dichter al bij. Oké, Repel is uitgewerkt. En we hebben hier nog een rockslide dinges die we kunnen gebruiken dadelijk. Waarschijnlijk moeten we die hier ook gebruiken. Of niet, dat weet ik niet. Wat komen we hier nog tegen? Zelfde Pokémon? Nee, nieuwe Pokémon. Onix, die zijn we nog niet tegengekomen. Ja, hoe dan ook, je hebt rockclimb nodig hier. Ja, we komen hier definitely nieuwe Pokémon tegen. Zou je misschien nog Time Event met Celebi willen doen in de Ilex Forest? Dat was toch alleen maar tot dat kon via een Special Tide Event? Pokémon League met alle evoluties zou wel een optie kunnen zijn. Oh, daar zit een itembal, die wil ik zeker wel even hebben. En in de Hall of Fame staan dat... Ja, ik weet niet trouwens. De Pokémon League die heeft nou ook allemaal Pokémon van level 60, 70 als ik me niet vergis. Maar het is wel een leuk idee om dat inderdaad nog als final aflevering te doen. Dus ik denk niet dat dit de laatste livestream is, want er zijn nog heel veel dingen die we nog kunnen doen. Zoals een Super Repel vinden. Is dat een stille hint? Ik gebruik hem niet hoor. Ik bedoel, de kans dat we weer een Espeon tegenkomen of een Eevee die is nog steeds aanwezig. Is nog steeds groter als de kans van de shiny. Er zit daarboven eigenlijk helemaal niks. Zoveel dead ends. Weet je, dit gaat gewoon eindeloos door, joh. Oké, ja, dit is het paadje. Oh boy, het is zover. Oké, we hebben ook de Black Glasses gevonden die handig zullen zijn voor Umbreon als we Umbreon mee konden nemen. Hi Drowsy. Drowsy, luister. Niet goed bedoeld. Maar trouwens, wij kunnen jou... Dan zitten we wel weer nog net even dat leveltje hoger. Wat? Nou, Leafeon heeft nog maar zo weinig experience nodig voor daar een leveltje omhoog te gaan. Oh, ja. Is toch weer 3 HP extra en extra HP, attack, defense, special attack, special defense, speed. En jou haat ik ook vanwege de trading card game. Remoraid. Ja. Oké, nou, ik denk niet dat het verstandig is om te beginnen met onze Ace in the Hole. Sterker nog, ik weet nog niet eens wat onze eerste Pokémon gaat worden tegen hem. Oh boy. Jongens.
Ik ben heel erg nerveus. En als ik nerveus ben, dan ga ik dingen doen waar ik spijt van ga krijgen. Net zoals dat ik nou opsla. En zeg tegen jullie dat ik jullie dank voor het kijken. Wil je nou zelf een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? Laat het dan zeker een keertje. Of nou, dat hoef je niet te laten weten in de reacties. Maar klik dan op de beschrijving. Daar in de beschrijving staat een hele mooie link naar Twitch toe. En als je daarop klikt, dan kom je dus op de livestream site terecht. Kun je op follow drukken. En op het moment dat je op follow hebt gedrukt, krijg je een notificatie als je deze aan hebt staan wanneer dat wij live gaan. Ik dank jullie voor het kijken. Sorry voor deze cliffhanger. Laat een like achter voor alle random Pokémon die we tegen zijn gekomen. En heb je het leukste momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Ik ben Zelda 22, Stevie, samen met Erik. En tot de volgende video. Doei! Doei! Sorry voor de cliffhanger. Please don't hate me.